Na een aanrijding gisteren tussen een personenbus en een bestelbus aan de Afobakkaweg hebben twee personen het leven gelaten. Het gaat om de 47-jarige Samson Singhi en de 26-jarige Diego Mayoko. De politie trof ter plekke het levenloze lichaam van Samson aan. Na het voorlopig onderzoek kreeg zij te horen dat de chauffeur van de personenbus achter het stuur in slaap is gevallen en toen op de rijhelft van de tegenligger kwam, die naar het schijn met een hoge snelheid zou hebben gereden, met als gevolg de frontale botsing. De overige inzittenden die gewond zijn geraakt, zijn naar de spoedeisende hulp vervoerd, waar zij verder worden verpleegd. Beide ontzielde lichamen zijn na overleg met het Openbaar Ministerie voor abductie in beslag genomen. Met de dood van Singhi en Mayoko is de verkeersbarometer gestegen naar 74. Bij een felle brand aan de Anton de Komstraat is er een gewonde gevallen. Een manspersoon sprong uit een van de brandende woningen en liep daarbij enkele letsels op. Hij is voor verdere behandeling per ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Drie houten woningen zijn door het vuur in de as gelegd. De brand ontstond in één van de drie gebouwen en sloeg daarna snel over naar de overige panden. De brandweer heeft het vuur na enkele uurtjes onder controle kunnen krijgen. Het is onze nieuwsdienst nog niet bekend wat de oorzaak van brand is en of de woningen tegen brand verzekerd zijn.